We staan hier in de Rechtsstraat in het Hemels Geschenkenhuis bij Laurens Slachter. De Liberale Partij Maastricht heeft een initiatiefvoorstel geschreven om ondernemers meer kansen te bieden om initiatieven bij de gemeente kansrijker te maken. Wat vindt u van dat idee? Nou, ik vind het een prima idee. Ik ben heel blij dat de Liberale Partij hier aandacht aan besteedt. En ik hoop dat wij als ondernemers daardoor toch iets kunnen bereiken wat we eigenlijk al heel graag willen. En dat is eigenlijk dat we eigenlijk een beetje de dingen zoals we zelf willen, zoals we eigenlijk al altijd doen, zelf initiatief kunnen nemen, korte lijntjes, ook naar het gemeentebestuur toe en niet te moeilijk doen. Dus wat meer dit. Laurens, hoe is de bereikbaarheid als je een goed initiatief hebt? Ziet u door de bomen het bos nog en is dit initiatief van ons dan een bijdrage? Ik hoop het en ik wil dat ook vooral in het begin ook heel graag zo zien. En we hebben echt als ondernemer, we willen graag korte lijntjes, we willen duidelijkheid. We willen het liefst een loket waar we met allerlei vragen kunnen komen. En dan moet dat loket dan ook direct antwoord kunnen geven. En niet zoals het nu is dat we diverse keren ons aan moeten melden, allerlei gegevens moeten doorgeven en dan uiteindelijk, dan krijgen we die, dan hebben we met die te maken en zo komt er helemaal niks voor elkaar. We willen korte lijntjes. Wij als ondernemer, we moeten zelf onze eigen broek ophouden. Wij hebben het momenteel vrij moeilijk. Dus elke klant is ons goud waard en we willen er alles aan doen om zoveel mogelijk, om de straat zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ook de winkelbeleving zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Want daar moet het allemaal vandaan komen. En op het moment dat we dan goede ideeën hebben, er zitten heel veel ondernemers in de straat die goed na kunnen denken. We hebben er alle tijd voor. En dan is het te gek voor woorden dat er bij het gemeentehuis geen ingang voor onze problematiek is. Wij zijn netto betalers, wij leveren de gemeente veel geld op en we willen ook graag zo behandeld worden. Heel simpel. De Liberale Partij is voor mij zo'n partij omdat die het opneemt voor de ondernemers in Maastricht. Bedankt.